Welkom NL Magazine, ik ben Maurice. En ik ben Ricardo. En vandaag gaan we het hebben over het aankopen van een laptop. Nou, leuk dat u kijkt. Vandaag gaan we het hebben over de laptop. We gaan het in een serie doen. Dit wordt dus deel 1 van deze serie. En Ricardo, als ik een laptop ga kopen, waar moet ik op gaan letten? Waar we op letten als we een laptop gaan kopen? Eigenlijk om 4 dingen. De processor, de videokaart, het geheugen en de opslag. Oké. Als we nou eens gewoon beginnen met de processor, waar moet ik dan op letten? Nou, als we beginnen met de processor, kennen we eigenlijk 2 merken. We kennen het merk AMD en we kennen het merk Intel. Vaak zien we laptops die we staan, dat we toch denken van zo, dat is toch wel betaalbaar. Dat is ook goedkoop zelfs nog wel eens. En als we daar goed gaan kijken op de laptop zelf, zien we ook nog wel eens voornamelijk het stickertje AMD staan. Ja. En AMD zorgt ervoor dat eigenlijk de laptop een stukje goedkoper wordt. En wat krijgen we daarvoor terug? En eigenlijk een iets minder brein krijgen we daarvoor terug. Oké, dus het is eigenlijk een mindere machine? Eigenlijk wel, ja. Oké, dus, en dan als ik kijk naar Intel... Kijk, af en toe wel eens, dus ik was i3 staan, zie i5 staan. Wat houdt dat allemaal in? Ja, wat Intel heeft een i-serie, de i3, de i5 en de i7 kennen we. En dat is eigenlijk bedoeld is met wat we nou eigenlijk met die laptop willen gaan doen. Willen we dus ook zeer multifunctioneel gaan werken? Willen we nou met mail gaan werken? Willen we nou met spreadsheets gaan werken? Willen we gaan internetten? Willen we gaan zoveel mogelijk dingen door elkaar doen? Hebben we stukjes meer van het brein nodig daarvoor? En daarvoor kiezen we dan een i3, een i5 of een i7. Oké, kan ik het eigenlijk vergelijken bijvoorbeeld met een snelweg? Met een 3-baans snelweg, een 5-baans snelweg, een 7-baans snelweg? Precies. Oké, dus als je i7 hebt, kan je gewoon meer... Er kan veel meer, er is veel meer doorloop. Oké, dat is duidelijk. Dus het is weer afhankelijk dus van de gebruiker, ja. Wat voor processor je kiest. Ja, en wat ik veel zie, is dat bij de mensen thuis, dat ze zeggen van ja, ik ben niet een computer-nerd, zoals ze dat wel eens noemen. Dus ik gebruik of alleen mijn e-mail of alleen mijn internet, dat ik gebruik van maak. Misschien hooguit 2 dingen tegelijk. En dan zeg ik al, dan is zo'n i3 meer dan zat. Nou, dat vind ik heel duidelijk. Kijkers, ik hoop dat u ook wat heeft opgestoken van dit advies. Dit was het onderdeel dan met de processor. Volgende keer komen we terug en dan gaan we het hebben over videokaarten. De videokaart. Tot ziens. Tot ziens.